zijn hier in Nieuwspoort. Hier wordt de bouwagenda gepresenteerd. Aan de bewindspersonen, die hebben eind vorig jaar gevraagd aan een taskforce onder leiding van Bernard Wientjes om een bouwagenda op te stellen. Het thema is bouwen aan de kwaliteit van leven. En die maatschappelijke opgave kunnen we alleen maar aan als we samenwerken. Wat ik mooi vind in die agenda is dat het als gemeenschappelijk onderwerp wordt ervaren. Waarin dus overheden, producenten, bouwers, andere partijen samen zich eigenaar voelen van die kans. Er zijn twee zaken. In de eerste plaats moet er een grotere productiviteit komen in de bouw. Daar is nog veel winst te boeken. Het tweede is dat we voor grote maatschappelijke uitdagingen staan. En dat gaat echt niet zonder het kabinet, maar het gaat ook niet zonder alle maatschappelijke partijen die hier vandaag zijn. Ik vind aan de bouwagenda belangrijk dat het tot stand is gekomen met heel veel partijen en dat we ook echt met elkaar op zoek zijn naar de agenda voor de toekomst. Ja, er ligt een ontzettende uitdaging en ook een kans om de komende jaren 1 miljoen huizen te gaan bouwen op een duurzame manier. Dat geeft natuurlijk wel aan dat er een enorme urgentie is om met de dingen te beginnen die hier aan de orde zijn, zoals het verduurzamen van de woningvoorraad. We kunnen veel banen creëren, dus ook jongeren. Die eigenlijk op zoek zijn naar een baan die een mooie toekomst heeft. Waarbij je ook kunt werken aan het toekomstbestendig maken van Nederland. En we willen heel graag kwaliteit toevoegen in de steden. Omdat wij het geloof hebben dat dat op lange termijn ook de goede beleggingen zijn. Deze eerste stap ben ik buitengewoon voldaan. De ministers waren erg positief. Maar toch, het begint nu pas. Hè? Dit is de agenda.